bij SSC TV Magazine. We gaan het vandaag hebben over een bijzondere samenwerking tussen een oranje vereniging en een kringloopwinkel. En met Petra Corée praat ik over het project Tot aan de Lippen. Twee initiatieven uit Vianen aan één tafel. De oranje vereniging en de kringloopwinkel. Maar wat gaan ze nou samen doen? Welkom Tineke, welkom Robert. Robert, jij bent van de Oranje Vereniging. Ja. Wat doet de Oranje Vereniging in Vianen? De Oranje Vereniging, zoals de naam al zegt, wij organiseren ieder jaar Koningsdag in het centrum van Vianen. Wij doen het inmiddels een jaar of zes. Een paar jaar geleden is de Oranje Vereniging in Vianen helaas gestopt. We hebben het initiatief opnieuw opgepakt en uiteindelijk Koningsdag tot een goede, stabiele basis in Vianen weer gegeven. Waarbij we ieder jaar heel veel mensen trekken en heel veel plezier kunnen maken op Koningsdag. Ja, en u zei al, dat is wat we doen, is dat wat we doen. Klopt. Maar, jullie willen meer? Ja, we willen meer. Ik bedoel, we hebben nu 5 jaar achter de rug. Dat was voor ons ook een belangrijk punt om eigenlijk te zeggen, goed, we willen gewoon dat Koningsdag goed staat, goed georganiseerd wordt. En we zijn nu aan de volgende stap zijn we bezig om dat te gaan uitbreiden. En een van de uitbreidingen die dit jaar op het programma staan is dat we ook de Highland Games in Vianen gaan organiseren. Die gaan we doen op de Voorstraat. Dus dat wordt een extra activiteit van de Oranje Vereniging. Ja. En uiteindelijk is het doel om nog wat meer activiteiten te gaan doen. Maar ja, goed, alles maar in stapjes, dat we het goed kunnen doen. Makkelijker. In plaats dat je heel snel groeit en het vervolgens weer mensen moet teleurstellen. Jullie zijn nog bezig met dat op te zetten. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Ja, dat is natuurlijk zowel voor Koningsdag als voor de Highland Games. Er zijn natuurlijk altijd heel veel helpende handjes nodig. Wij zorgen altijd goed voor onze vrijwilligers met zowel een afsluitende barbecue in de afloop. Dus ja, ik zou zeggen, iedereen die het leuk vindt om Koningsdag te helpen, die is van harte welkom. En waar kunnen ze zich aanmelden? Via de website. En welke website? Dat is Stichting Oranje Vereniging Vianen of Oranje Vereniging Vianen. Dan komt hij vanzelf boven. Helemaal prima. Dat is prachtig wat jullie doen. Maar goed, nu zit Tineke naast jou. Ja. Tineke is van de kringloopwinkel. Jullie zitten niet voor niks samen. Welk idee hebben jullie bedacht? Nou, wat eigenlijk een beetje is ontstaan, dat is, was al een paar jaar geleden, dat een beetje, dat morrelde een beetje, dat wrong eigenlijk een beetje. Dat je na afloop van een Koningsdag, daar hebben mensen hun eigen spullen verkocht en daar staan fantastische spullen tussen. Maar aan het eind van de dag komt de vuilniswagen van de gemeente komt langs en daar gaat dan dus al het oude speelgoed, andere dingen van kinderen of wat mensen daar niet verkocht hebben. Ja, wat nog eens bruikbaar is. Precies, dat was hartstikke goed spul. Dat vonden wij eigenlijk doodzonde. Ja. En toen hebben we gezegd van ja, god, daar moeten we wat mee. Toen kwam in Vianen een nieuw initiatief om een kringloopwinkel op te starten. En daar zijn we samenwerk mee aangegaan om ervoor te zorgen dat eigenlijk gewoon alle spullen, want wat er weggaat is bijna eigenlijk voor 90% of bijna 99% is bruikbaar. Ja. En dat gaat naar de kringloopwinkel in Vianen om toch nog weer een goed doel te dienen. En daar is ook weer een hele mooie samenwerking uit ontstaan. Want we hebben dit nu een paar jaar zo opgezet. Dat wij wat sponsoring hebben ontvangen vanuit de kringloopwinkel. Waardoor we ook nog een keer het kinderplein wat we hebben nog een keertje gratis kunnen houden. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat de ene hand de andere was. Het is, ik wil niet zeggen win-win of plus-plus, hoe je het wil noemen. Ja, het helpt elkaar heel erg. Ja, zeker. Nou, dat is, vind het een bijzonder initiatief. Ja. En een kringloopwinkel is natuurlijk ook altijd een mooi initiatief voor heel veel mensen. Ja. Nu hebben jullie ook nog een prijs gewonnen. Ja, we hebben de publieksprijs voor de inwonersinitiatieven hebben we gewonnen. Voor de categorie kwetsbare inwoners en ontmoetingen. Want wij werken natuurlijk met heel veel kwetsbare mensen, met vrijwilligers. En ja, bij ons vinden de ontmoetingen plaats. Zowel als de vrijwilligers als onze klanten aan de koffietafel. En wij gaan uitbreiden met een textielatelier en een bouwkringloop. Ik vind dat toch wel heel ambitieus. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is wel. We bestaan dus eigenlijk ook pas 2 jaar en 4 maanden. En toen kwamen we vorig jaar op dat idee vanuit Amersfoort, de kringloop Amersfoort. Die hebben ook een textielatelier en een bouwkringloop. En wij dachten, nou, dan gaan wij eens kijken. En zo enthousiast. En wij hebben het geluk, het pand waar wij zitten, het pand ernaast, daar hadden wij al een soort optie op. Van, willen we ooit uitbreiden? Want het is wel fijn dat het allemaal bij elkaar is natuurlijk. Dus ja, wij hebben gewoon stoute schoenen aangetrokken en ik heb een projectleider aangetrokken en zo zijn we gaan lobbyen. En we hebben al 15 dames die willen in het textielatelier komen werken. En dan gaan we van oude kleding, oude gordijnen, oude lappenstoffen gaan we gewoon weer hele leuke dingen maken. En dat gaan jullie dan weer verkopen? Ja, leuke tassen, bokskleden, hondenkleding. We willen ook broodzakken. Hè. Steeds meer bakkers zeggen van joh, breng je eigen broodzak mee. En bij de bouwkringloop, ja, ik zeg, het wordt een soort tweedehands praxis.
En wij zoeken natuurlijk ook nog klusbedrijven, bouwbedrijven die hun verkoopbare spullen, het moet geen afval zijn. Nee, logisch. Maar we hebben al heel veel staan. We zijn er volop aan het inrichten en dat is gewoon superleuk. Iedereen is heel enthousiast. Het klinkt natuurlijk ook heel mooi, maar jij hebt het ook over vrijwilligers. Ja. En toch, alles wat je dus nu gaat doen is eigenlijk voor de verkoop. Hè? Ja. Wat gaan jullie daar dan mee doen? Met de opbrengst. Met het geld wat dan binnenkomt. Nou, voor een groot deel hebben wij toch gewoon onze onkosten. Wij betalen huur, we betalen btw en alle gemeentebelastingen en verzekeringen. Dat is gewoon een hele grote onkostenpost, dat is gewoon zo. Onze vrijwilligers krijgen wel een hele kleine vergoeding. En wij ondersteunen dus, stichtingen en verenigingen proberen wij ook jaarlijks te ondersteunen. Die mogen bij ons een verzoek indienen. En dan proberen wij, het is nog wel een beetje voor Vianen. En dan proberen wij wel een beetje te kijken van wat is het voor goed doel? Ja, logisch. Het is wel leuk als het een beetje voor brede doelgroepen is. Ja. Zouden jullie het uit willen breiden, verder nog willen uitrollen in de gemeente bijvoorbeeld, in vijf landen? Met de kringloopwinkel? Ja. Wij hebben natuurlijk nog veel meer toekomstplannen met de kringloopwinkel. willen we ook best wel graag een stukje horeca willen erin gaan doen. En de kringloopwereld staat best wel op zijn kop, vind ik. Ja. Het is niet meer zoals vroeger dat je tweedehands spulletjes verkoopt. Er wordt heel veel van je verwacht. Wij zitten ook bij de branchevereniging aangesloten. En het is steeds meer denken van, hoe gaan we steeds meer spullen herbruiken? Dingen worden natuurlijk opnieuw gemaakt. Van oude meubeltjes maken ze nieuwe meubeltjes. Ja. Nou, je wilt niet weten wat er allemaal voor ideeën liggen, wat mensen allemaal doen. Het is ook heel hard nodig. Ja, maar zou bij wijze van spreken meer initiatieven zoals wat jullie met de Oranjevereniging samen hebben, zou dat een optie zijn? Ja, wij doen al we hebben zoveel met zoveel mensen al dingen gedaan. Bijvoorbeeld met de voedselbank hebben wij ook, die mensen krijgen van ons ieder jaar met de kerst krijgen ze cadeaubonnen. Wij hebben, we hebben speeltuintjes gesponsord. En daaruit is weer iemand gekomen, die is nu bij ons de penningmeester. Hij zegt, jullie zoeken penningmeester, wil ik wel doen. Ja. En we hebben met het Hof van Batenstein hebben we bijvoorbeeld een middag georganiseerd. Maar er komen ook wel eens oudere mensen bij ons zomaar een paar uur meewerken. Die mogen dan, dames die niet zoveel meer kunnen, gewoon gaan dan kettingen uit de knoop trekken, weet je wel. Dat ze toch eigenlijk, het soort van, ik wil het niet meer buiten zeggen, maar een soort van bezigheidstherapie, om het maar zo te zeggen. Knoopjes uitsorteren, knoopjes stellen. Dus dat proberen wij ook, dat soort dingen proberen wij ook allemaal te doen. En met Stichting Welzijn Vianen. We zoeken natuurlijk mensen voor het textielatelier en voor de bouwkringloop. Nou, zij hebben natuurlijk ook weer een groot netwerk van mensen die thuis zitten en die niets te doen hebben. Stichting Vluchtelingenwerk proberen we ook veel mee samen te doen. Heel veel dus. Ja, ja. En als mensen zich nou bij jullie aan willen melden als vrijwilliger? Dat kan ook. Wij hebben ook heel, heel simpel gewoon www.kringloopvianen.nl. En daar vind je ook ons e-mailadres en zo op terug. Dat is ook heel simpel info@kringloopvianen.nl. Dus jullie zijn eigenlijk allebei heel makkelijk te vinden. Jazeker. Ja. Ik wens jullie allebei natuurlijk alle goeds met jullie verenigingen, maar ook heel veel goeds met de samenwerking. Nou, dankjewel. Bedankt dat jullie hier waren. Nou, leuk, dank je. Dank je. Bijna 25 jaar geleden was de evacuatie van Rivierenland. De Gelderlandfabriek organiseert in het kader daarvan een evenement en dat heet Tot aan de Lippen. Nou, het is niet echt een evenement, hè, Petra, maar jullie organiseren wel zelf een project. Wat voor project is het? Ja, het is een projectweek die precies plaatsvindt in de periode dat in 1995 het hele gebied geëvacueerd was. Dus van 27 januari tot 2 februari. Het is een idee wat ontstaan is tussen Mark van Doren en Bram van Schaik. Die zich ineens realiseerden van, komend voorjaar is dat gewoon 25 jaar geleden. Daar moeten we iets mee doen. Ja. Dat bleken meer mensen te vinden. Dus we hebben aangeklopt bij het waterschap Rivierenland, de provincie en de gemeente Culemborg. Dat heeft geresulteerd in een heel vol programma, kunnen we wel zeggen. En dat beslaat echt van de allerjongste tot een gespreksmiddag in het verzorgingstehuis.
Dat is wel heel bijzonder ook dat er zoveel partijen eigenlijk aanhaken bij zo'n speciaal project. Wat gaan jullie allemaal doen? Zal ik eerst benoemen hoeveel, want het is echt voor Culemborg, maar ook door Culemborg. Dus onder andere Elk Welzijn, de Stadsgidsen Culemborg, het Historisch Genootschap Voet van Oud-Heusden. En de Natuur- en Vogelwacht hebben aangehaakt. Dus dat zegt wel iets over hoe het onderwerp nog leeft bij mensen. En ook dat het nu nog wel actueel is. Met klimaatverandering zijn we niet altijd even veilig als wij denken. Nee, dat denken we. We denken altijd, nou, dit is 25 jaar geleden. Het zal allemaal wel meevallen. Het zal allemaal wel loslopen, ja. Wat gaan we dan de hele week doen? Daarop inhakend. We hebben een grote expositie in de Gelderlandfabriek zelf. Want het eerste wat we gedaan hebben is rondgevraagd via media, via onze site, via de krant. Van, heb je leuke foto's? Heb je beelden? Heb je een verhaal? Leg het bij ons neer. Ja. Nou, daar is heel enthousiast op gereageerd. Dus we hebben nu echt een enorme voorraad materiaal. Er komt een expositie op de markt en rondom de markt in etalages van winkels. Oh, mooi. Ja. En dan hebben we dus een programma van jong tot oud. Dus er is een knutselwedstrijd uitgeschreven voor groep 7 en 8 en de eerste klas van de basisschool. Mm-hmm. En wat moeten die dan gaan knutselen? Iets met wat water, met water te maken heeft, denk ik, maar in... Hebben zij echt een opdracht meegekregen? Ja, de opdracht was heel specifiek knutsel de dijk van de toekomst. Onze dijken zijn heel oud, hè, soms wel 400-500 jaar oud. Ja. Die zijn niet voor de eeuwigheid. En daar wordt natuurlijk door mensen die er verstand van hebben heel erg over nagedacht van hoe kan dat beter in de toekomst. Maar het is misschien ook wel leuk om eens... Kinderen kijken heel anders naar dat soort problemen. Maar die hebben soms ook gewoon hele verfrissende ideeën. Dus het leek ons wel leuk om kinderen uit te dagen om daarmee aan de slag te gaan. Er is een kindervoorstelling. Dat is echt voor de allerkleinste, van 5 tot 10 op woensdagmiddag. En dat heet Water voor nu en later. Dat is bij ons in de Gelderlandfabriek. Dat behandelt alles zeg maar, rondom dus waterverspilling, niet de kraan open laten staan, maar ook zeg maar, hoe moeilijk het is om water schoon en drinkbaar te krijgen. Mm-hmm. En dan op een kinderlijke manier gebracht. Ja. Er zijn stadswandelingen. Daar haakten de stadsgidsen aan. En daar komt niet alleen 95 aan bod. Maar Culemborg heeft een hele lange geschiedenis met het water. En die was niet altijd even positief. En daar hebben ze hele leuke plekjes bij gezocht op waar ze echt iets over kunnen vertellen. Voor de wat ouderen hebben we een gespreksmiddagen of gespreksochtenden, afhankelijk van de locatie. Mm-hmm. Lekker bakje koffie. Ik neem foto's mee uit ons archief. En dan gaan we gewoon letterlijk het gesprek aan van, nou, kom maar op met je verhaal over 95. Want... Denk je dat dat nog heel erg leeft bij die generatie? Of hebben ze dat verdrongen? Of... Nee. Ik denk dat iedereen die het meegemaakt heeft, dan weet je het nog. Dat is natuurlijk op zich ook wel heel mooi, omdat als die generatie dat over zou dragen, toch weer aan de wat jongere generatie ook, denk ik. Ja, nou, we hopen ook op het moment dat er bijzondere verhalen naar boven komen. Ik ben erbij, mm-hmm. zeg maar, elke gesprek. Ja. En ik ga dat ook opschrijven. En we willen ook alle informatie die we nu verzameld hebben, zeg maar, die krijgt ook een plekje uiteindelijk. Omdat het toch wel iets heel bijzonders is geweest. Kunnen jullie nog meer verhalen gebruiken? Ja, dat mag altijd. En dan, waar gaan mensen die naartoe sturen? Nou, alle informatie ook over, want ik heb het nog niet gehad over bijvoorbeeld alle lezingen die er ook nog zijn. Er zijn 5 verschillende lezingen in die week. En dat varieert ook van een geograaf tot een weerman,
tot de oud-burgemeester van Ochten. Die komt vertellen hoe enorm stressvol het was om in zo'n situatie te besturen. En de juiste beslissing te nemen. En een hoogtepuntje in de week is de Avond van het Water. Die hier wordt georganiseerd in de Gelderlandfabriek. Voor de pauze zetten we mensen bij elkaar die herinneringen op gaan halen aan 95. En na de pauze willen we kijken naar de toekomst. En daar komt dat stukje weer om de hoek met klimaatveranderingen. Mm-hmm. Hoe goed we ook proberen om alles nu in orde te maken met de dijken en het water. En na de pauze hebben we dan mensen die daar echt iets over kunnen vertellen. Zeg maar van hoe gaan we dan in de toekomst verder met het water. En we sluiten op zondag af met een prachtige voorstelling. Muzikaal, piano, muziek op beelden met water van National Geographic. Ja, dat is prachtig. Ja, dat leek ons echt een fantastisch afsluiting van een hele volle week. Ja, dat lijkt mij ook. Als ik het zo hoor en wat ik ervan heb gelezen, denk ik, jullie hebben daar wel heel veel aandacht aan besteed. Met alle mede-organisatoren en iedereen die er iets bij doet. Als er nou nog echt toch nog mensen zijn die wat te bieden hebben aan jullie. Ja, verhalen, graag. Foto's, videomateriaal. Ja. Waar kunnen ze dat aanleveren? Gelderlandfabriek.nl en dan tot aan de lippen. Ik denk dat het een hele bijzondere week gaat worden. Ik wens jullie veel succes en bedankt dat je er was. Graag gedaan, dankjewel. Tot zover deze aflevering van SSC TV Magazine. Heeft u informatie voor ons of wilt u zelf eens komen praten over een onderwerp? Stuur dan een mailtje naar info@ssc.fm. Tot volgende week!